Welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag gaan we aan de gang met week nummer 10 en dit is deel 1. En hiervoor gebruik ik de Chasing Dreams collectie van Crate Paper van Maggie Holmes, geloof ik. Ja, volgens mij wel. Ik ga aan de gang met deze layout en ik vind hem eigenlijk helemaal niet mooi, deze pagina. Ik ben het er ook eigenlijk helemaal niet heel erg tevreden over. Een andere kant van deze pagina wel, die vind ik echt super leuk geworden. Maar ja, ik heb te weinig foto's en dus, ja, het lukt gewoon niet. Maar ik denk, ik laat hem wel gewoon, ik ga hem wel inspreken en wel gewoon op YouTube zetten. Zodat jullie ook gewoon kunnen zien waar ik mee, waar ik het lastig mee vind. En ja, je ziet mij ook gewoon echt zoekende. Dit kaartje gaat nog wel. Dit is een foto van mijn vriend, die heeft een nieuwe computer gekocht. Die zit hier in elkaar aan het zetten. En daar heb ik twee foto's van. En dit kaartje gaat nog wel, maar dan de rest van de kaartjes, ja, dat lukt niet. Of ik heb de verkeerde kleuren uitgekozen. Ik weet eigenlijk echt niet nu wat er mis is gegaan deze keer. Maar ik ga gewoon door. Soms heb je dat je niet echt helemaal tevreden bent over één layout. Ik wil aan één kant van de kaartjes een foto van het avondeten doen en aan de andere kant een foto van van die spelletjes. En ik ben druk aan het schuiven hoe en wat. Ik vind het gewoon lastig. Ook qua foto's. Ik heb niet echt geweldige foto's. En qua kleuren komen ze niet overheen met de kit. Of met de kit, met de papieren. Dus dat is wel heel erg lastig. Ik besluit om deze twee kleuren een beetje te combineren. Dat roze. Maar achteraf, misschien had ik dan alles zwart-wit moeten doen. Ik weet het niet. Dit is een foto van die zenuwspelletjes. Deze had ik. Ik was bij het revalidatiecentrum en deze lagen daar op tafel. En ik werd er steeds zenuwachtiger van, want het lukte me niet. En ik moest daar eventjes wachten. En, nou, ik snapte het ook niet. Ik snapte dat blauwe spelletje, snapte ik nog wel. Maar dat rode spelletje, ik wist gewoon niet wat je ermee moest. Maar ik heb het is me uiteindelijk gelukt. Ik was zo blij als een kind toen het lukte. Dus ik denk, ja, dat moet wel in mijn. In mijn pagina. Ik werk dus met de Oasis-lijnen, ook van Mary Holmes. Oasis van Crate Paper. De Chasing Dreams van Mary Holmes. En ik heb een beetje van de ephemera van de Palm Beach. Volgens mij heet het Palm Beach van My Mind's Eye. Deze had ik eigenlijk al gekocht voor Curaçao. Maar ik vond de kleuren zo leuk bij elkaar passen. De Oasis en de Chasing Dreams. Dat ik dacht, ja, dit moet ik gewoon even combineren. Ik ga hier, ben ik iets aan het snijden, denk ik. Aan het pakken. En ik kom nu weer het beeld in. Ik was heel even iets aan het pakken. En ik schrijf hier op zenuwspelletjes bij Klimmenauw. Want dat was het ook enorm. En ik maak het af met de datum. En ik heb van die strookjes vanuit mijn 6x6 paperpad. Daar heb ik een rondje geponst en daar overheen plak ik het, de datum. En er komt er nog een chipboard hartje bij van de Chasing Dreams collectie. Het gaat echt heel goed, ook met inspreken. Maar ja, ik merk wel, dit is gewoon niet echt mijn pagina. Dan heb ik er toch wel wat meer last van. Om in te spreken, dan denk je, ja, ik vind hem eigenlijk niet zo geweldig. Dit is een foto van zwarte schnitzels. Ik had voor het eerst weer gekookt sinds tijden. En dat werden zwarte schnitzels. Maar ja, ze waren heel lekker. En voor de rest was het eten goed. Maar het was belangrijk dat ik weer zelf heb gekookt. En dat had ik al heel lang niet meer gedaan. Ik was daar wel trots op. En ik vond dat dat er ook wel echt in moest. Ik plak daar een hartje bij. En bij die ander plak ik nu ook een gouden hartje, denk ik. Ik gebruik ook wat chipboard van de kerkcollectie nog. Deze kaartjes zijn af. Dan ga ik nu aan de gang met een weekkaartje. En ik vind die gewoon heel erg lastig. En dan bedenk ik me ineens, oh ja, ik heb ook nog ik weet niet hoe die pons heet. Deze heb ik van EK Succes. Deze heb ik een keer op Marktplaats gekocht. En dan krijg je zo'n ringband. Zo'n collegeblok randje. En die vind ik wel heel erg leuk. Dus ik ben daar blij mee dat ik dat heb gekozen. En ik kies gewoon voor om dat scheef te doen. Ik heb dat een paar keer in een andere YouTube video gezien. En ik denk, ja, ik ga dat ook gewoon scheef plakken.
En de rest plak ik recht. En daardoor geeft het juist een heel leuke effect. En dan ja, zit er toch wel wat meer iets in. Ik ga even kijken wat ik op wil plakken. En dat is een beetje dat groene, ja, zo'n groene tag. Blauw-groen. Daaronder komt een labeltje. En dit zijn de stickers die ik weer ga gebruiken als titel. Dit is van de Bloem, heette deze. En deze zijn van America Crafts. En daar plak ik week 10 op. En met mijn datumstempel ga ik nog de datum stempelen. En hier zie je me door de paperpad gaan. En dit is de Oasislijn. En ik snij hem hier uit om te kijken welke ik kan gebruiken. En ik wil graag de S van Sunshine gebruiken, want die hoort erbij. Maar die valt eigenlijk helemaal weg. Dus ik ga door de Chasing Dreams. En zoals je ziet heb ik die gewoon heel veel gebruikt al. En daar zie ik dat, ja, dat tafelkleed-achtig papiertje. Dus ik kies ervoor om die te gebruiken als onderlaag. En daar overheen gewoon die label te plakken. En dan ziet het er zo uit. Dan ga ik aan de gang met mijn datumstempel. En dan, zoals je ziet aan de zijkant heb ik de datum staan. En dan kan ik hem ook daarop afstempelen op dat papiertje als proefstempel. Dat is dit. En dan heb ik nog een kaartje over en dat moet een opvulkaartje worden. En daar kom ik gewoon niet zo goed uit. Ik ben hier wel aan het kijken wat ik hier op kan doen. En je ziet me ook echt gewoon twijfelen. En dan bedenk ik me ineens, oh dat zwarte, ja dat witte met die zwarte hartjes is leuk. En dan doe ik daar gewoon één bloem op of zo. En dan ben ik, ja dat is leuk. Dus ik kies ervoor om gewoon in het midden een bloem op te plakken. En dan is deze layout alweer bijna klaar. Ik plak hier en daar nog wat plusjes van de chipboard. Mijn ephemera van deze lijn is dan nog niet binnen. Dit zijn mijn kaartjes. Ik ben dan dus niet heel erg tevreden. En nu ga ik aan de gang met mijn hoes. En dit is ook de e-hoes van Becky Higgins. En de rest van de week was het heel erg zonnig. Het was echt een lekker weekend. En ik ben nu een beetje aan het kijken qua kaartjes wat ik wil gaan doen. Ons neefje werd 2, dus dat moet dus natuurlijk in mijn Project Life. En ik ben wezen fietsen en wezen wandelen. Dus daar wil ik ook van, ja, in mijn layout. En dit papier vind ik zo mooi. Daar heb ik ook een groot fel van. Ik ben daar echt helemaal verliefd op. Ik vind hem echt helemaal geweldig. En ja, ik ga zo meteen nog schuiven qua foto's. Maar ik kies eerst voor om alle randjes goed af te werken. Zoals jullie weten print ik zelf. En dit doe ik gewoon op een A4 printer. En dat snij ik zelf bij. En soms met witte randjes, soms niet. Net wat ik leuker vind voor de foto. Ik besluit hier om met mijn 1 cirkel pons ook weer een rondje te ponsen. Van dit leuke papier. Van dat ombre effect van dat paarse naar het roze. En zodat je daar ook een beetje een klussetje hebt wat terugkomt. Dit is een foto van een vriendinnetje, haar dochter. Die kwamen pannenkoeken eten die week. En ik ben hier haar aan het voorlezen met op schoot. Dus daar heb ik een foto van. En dit gaat over een vogel. En daarom vond ik de camera met die vogel ook wel heel erg leuk om die daarvoor te gebruiken. Deze foto is van mij op het balkon. Dan zit ik lekker in het zonnetje. Een tijdschrift te lezen. En dat vind ik ook wel heel leuk om vast te leggen. En hier wil ik de datum ook graag nog bij opplakken. En dan besluit ik hem op de camera te doen voor een leuk effect. De foto's zijn hier wel een beetje door elkaar, maar dat vind ik ook niet heel erg. Dit is een foto van onze 2 neefjes. Die reden met ons mee naar de verjaardag van mijn andere neefje. En dat zijn 2 hele grote stoere neven natuurlijk. Maar die hadden net Snapchat ook ontdekt. En ik... als gekke nicht kan dan daar moet ik dan misbruik van maken. Dus ik had een leuk Snapchat filter over ze heen gedaan. En dan steeds foto en dan zet ik op bij weekend. Want ze reden dan met ons mee. Ik heb hier ook nog een vel met woordstickers en labels. En die gebruik ik ook voor deze pagina en deze layout. Dit is het cadeautje wat we gaven. Dit is in ieder geval we gaven een heel leuk leesboek. En we gaven een Duplo. En ik had zo'n opblaasbare 2 bij gedaan. En hier schrijf ik op Jasper 2 jaar. Ik plak hier nog de datum. Want dat vind ik er wel leuk bij. En dit is van Wie is de Mol? De finale was die dag. En mijn mol is ook echt de mol.
Ik verdacht Thomas ook. Dus dat is helemaal goed. En dat vind ik ook wel leuk om in mijn album te verwerken. Dus dit wordt de achterkant, dit wordt de voorkant. En dit zijn de andere kaartjes. De layout die laat ik vanmiddag ook zien. Zo dus, ook vanaf maandag komen er geen video's online. Dus vandaag krijgen jullie 2 video's. En die vind ik leuker geworden. Ik hoop dat jullie deze video ook wel weer leuk vonden. Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal om niks te missen. En laat een reactie hieronder achter. Doeg!